GGO. In ons nieuwe onderwijs staat de student centraal, nog meer als daarvoor. De student staat aan het roer, bepaalt zijn eigen leerroute en de ontwikkeling die hij door wil maken. Projectvoeding voor de stad zijn jullie mee bezig, toch? Het ziet er heel lekker uit in ieder geval. Het ruikt ook lekker. En hoe gaan jullie hem promoten daar? Als de student op een gegeven moment weet welke voedingsprofessional die wil worden, dan kan de student vanaf jaar 2 modules gaan volgen en ook echt het eigen leerroute gaan bepalen. Bij ons heeft goed georganiseerd onderwijs geholpen om middels Scrum-sessies in ieder geval het proces te versnellen en de juiste mensen aan tafel te krijgen. De student is onze collega van de toekomst en zo gaan we vanaf dag 1 ook met de student om. Ik ben Marielle Engbrink, hoogschoolhoofddocent bij de opleiding Voeding en Diëtetiek. GGO, goed georganiseerd onderwijs.